Onvoorwaardelijke liefde. Daar gaan we contact mee maken. Dat gaan we toelaten in ons hart en in ons lichaam. Hallo en welkom, stralende ziel. Wat fijn dat je erbij bent. Wat fijn dat je kijkt. Onvoorwaardelijke liefde. Daar gaan we contact mee maken. Dat gaan we toelaten in ons hart en in ons lichaam. Maar voordat het zover is. Eerst wat huishoudelijke mededelingen. Ten eerste vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, deze video een like te geven en te delen met andere mensen. Je kunt je ook abonneren op mijn nieuwsbrief via www.ingevanstralen.com. En dan ga ik mij nog een keer voorstellen. Mijn naam is Inge van Stralen, Pleiadisch lichtwerker en galactisch priesteres. Ik help lichtwerkers om contact te maken met hun multidimensionale zelf. Zodat ze hun zielenmissie kunnen omarmen en hun levensmissie kunnen gaan neerzetten hier op aarde. Zodat we met z'n allen deze evolutionaire shift op aarde teweeg kunnen brengen. En dat doe ik door middel van 1-op-1 sessies, workshops, meditaties en, jawel, het online programma Routekaart naar je ziel. Wat? Ja, ik ben er vandaag weer mee bezig geweest en ja, ik voel hem weer helemaal. Dus jongens, het gaat eraan komen. Maar oh, nee, ik ga het nog niet zeggen, goed, maar als jij op de wachtlijst staat of je nu op de wachtlijst laat zetten, krijg jij binnenkort een heel mooi aanbod. Sorry jongens, dat geeft mij ook weer energie, want het is zo'n prachtig programma. Goed, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Ja, daar gaat mijn hart helemaal sneller van kloppen. Dus daar ben ik zo blij mee. Maar goed, we gaan ons verbinden met onvoorwaardelijke liefde en dat toelaten in ons hart. En dit was een verzoek die ik binnen heb gekregen om daar wat mee te doen. En als jij nou ook zo'n verzoek hebt hè, van, kan je dat onderwerp nou eens behandelen? Hè? Laat het me weten. Als je geabonneerd bent op mijn nieuwsbrief, kun je daar, elke week staat er een link in waar je jouw vragen kunt stellen of jouw verzoeken voor een onderwerp voor deze video. En deze keer is het zover. We gaan over onvoorwaardelijke liefde hebben. En hoe je en daar gaan we mee werken, zodat we dat in ons hart en in ons lichaam kunnen gaan stromen. Want het is zo belangrijk op dit moment. En ik heb de afgelopen weken het daar ook best wel moeilijk mee gehad. Moet ik gewoon heel eerlijk bekennen. Alles wat er aan de hand is in Nederland. Of je er wel bij mag of niet bij mag. Allemaal dat soort vraagstukken. En dat raakte mij ook heel diep in mijn kern. En het was natuurlijk ook een fantastische gelegenheid om voor mezelf ook weer stukken op te ruimen van buitengesloten worden, er niet bij horen. Als jij als lichtwerker hier bent, dan zul je dat waarschijnlijk wel herkennen. Gewoon niet erbij horen, erbuiten vallen, buiten de groep vallen. Want je bent anders. En ja, dat die pijn voelde ik en helemaal ook gewoon de pijn van zoveel levens als lichtwerker en er niet bij horen opgejaagd worden enzovoort. Goed, even
Los daarvan, wat daar allemaal gebeurd is en waar we ongetwijfeld binnenkort ook wel weer helingen voor gaan ontvangen. Was het voor mij door die pijn moeilijk om weer die liefde te blijven voelen, onvoorwaardelijke liefde? Want, en daar de gidsen zeggen ook, het is nu juist zo belangrijk. Juist degene die jouw pijn doen, juist jezelf die onvoorwaardelijke liefde geven, gunnen. En je daar je hart daarvoor openen, juist als je pijn hebt. Juist als het onmogelijk lijkt. En dan, soms is dat niet soms. Het is dan op dat moment een van de moeilijkste dingen om je te openen voor die onvoorwaardelijke liefde. En we hoeven niet perfect te zijn. En dat zit dus ook weer in die onvoorwaardelijke liefde. Zelfs als je het niet op dat moment voor elkaar krijgt, is dat ook oké. Okay. Ook dat mag er zijn. Ik vind dat altijd zelf niet zo'n leuke uitdrukking. Het mag er zijn. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ook dat mag je aanvaarden van jezelf. Wat je dan falen zou kunnen zien. Het is een ervaring. En we gaan het is de bedoeling dat we al deze dingen toch meer als ervaringen gaan zien dan dat we ons identificeren met de pijn. En doordat we die identificatie met de pijn loslaten, kunnen we meer liefde binnenlaten. Kunnen we dus ook onszelf uit de slachtofferrol halen en liefde stromen, onvoorwaardelijke liefde. Ja, goed. Ik wilde eigenlijk niet zo lang praten, maar gewoon lekker aan de slag. Maar dit is toch even een boodschap die ze mee wilde geven. We gaan ons verbinden met de godin Kuan Yin. Godin van onvoorwaardelijke liefde. En het is een hele mooie energie wat zij bij zich draagt. En zij is ook, houdt ook de aarde vast. Of nee, vast, nee. Ze omarmt de aarde eigenlijk. Ze houdt de frequentie in zich van die onvoorwaardelijke liefde voor de aarde. En ze is ook echt bij ons, op dit moment om de aarde toch te herinneren, de planeet te herinneren en de bewoners van die planeet te herinneren aan die onvoorwaardelijke liefde die er is, die eigenlijk de ultieme waarheid is. Wat we gaan doen is, we gaan ons verbinden met de godin Kuan Yin. En zij heeft grote kruiken bij zich met vloeistof, roze gouden vloeistof. Het is echt, de kleur zoals het voor mij eruit ziet, is echt roze en tegelijkertijd goud. Dus dat, die combinatie. En het is dus niet dat beetje rosé-achtige goud, maar het is echt roze, varkentjesroze. Of ik zou bijna zeggen eenhoornroze, maar eenhoorns zijn niet roze. Maar je snapt wat ik bedoel. Goed, dus hij heeft die kruiken vol onvoorwaardelijke liefde bij zich. En die stroomt ze zo over ons heen. En we gaan ons dus eigenlijk baden in die onvoorwaardelijke liefde van haar. En we mogen dus in ons lichaam, in ons hart, voelen waar de blokkades zitten. En die daar, die vloeistof
laten stromen. Simpel, maar heel erg verbindend. Goed. Ja, zorg dat je even een moment voor jezelf hebt. 10 minuten, 15 minuten. Lekker zitten, lekker liggen. En ik neem een keertje een kopje koffie. Kijk eens. Oeh, ja, dat is een beetje het met deze achtergrond. Dan valt het weg. Ik vond dat zo'n mooi kopje. Ja, ik drink gewoon koffie. Ja, goed. Gaan we nu beginnen. Zorg dat je lekker zit of ligt. En adem. Adem een keertje diep in. En diep uit. Lekker met de zucht. Laat maar alles los. En nog een keertje adem in. En adem uit. En nog een keer adem diep in. En adem uit. En nog één keer adem in je hele lichaam. Full body breath. Adem in. En adem uit. En grond jezelf op de manier die jij kent. Als je bekend bent met Pleiadisch lichtwerk, laat je grondingskoord naar beneden zakken. En verbind je met het aardesterrenkristal. En als je die methode niet kent, gebruik je je eigen methode om te gronden. Of anders, adem je naar je voetzolen en naar het puntje van je stuitje. En daar vandaan laat je wortels groeien de aarde in. Diep, diep de aarde in. En je ademt aarde-energie door je grondingskoord of door de wortelen heen naar binnen. En je vult je hele lichaam met aarde-energie. En dan roep ik de Pleiadische afgezanten van het licht aan. En ik vraag hem bij ons te komen. En de ruimte te vullen. Waar we ons in bevinden. En ieder van ons persoonlijk. Onze eigen ruimtes. En ik vraag om deze ruimtes te reinigen. En een ring van bescherming hieromheen aan te brengen. En al deze individuele ruimtes met elkaar te verbinden. Zodat we ons met z'n allen in één grote energetische ruimte bevinden. Eén grote energetische cirkel. En ik roep aartsengel Michael van licht en liefde aan. En ik vraag hem om onze cirkel te verzegelen met zijn zwaard van waarheid. En ik zet de intentie neer dat we deze meditatie zullen gebruiken voor onze persoonlijke groei en om de wereld een stukje beter te maken. Het zij zo, het zij zo, het zij zo. En ik roep de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijnsterrentempel aan. En ik vraag hen om onze ruimte te transformeren in een heilige dolfijnsterrentempelruimte. En de kristallijne pilaren rond onze energetische ruimte heen te plaatsen. En ik vraag aan de Pleiadische, Syrische en Andromedaanse afgezanten van licht en liefde om de volgende lichtkegels boven en beneden onze aura's en boven en beneden onze energetische ruimte te plaatsen. Interdimensionale lichtkegels.
de evolutionaire lichtkegels, de intergalactische lichtkegels en de aardelichtkegels. En ik roep ons hoger zelf aan. En ik vraag ons hoger zelf om bij ons te komen, voor ons te komen staan. En een verbinding te maken met ons hart. En als je bekend bent met Pleiadisch lichtwerk, is dit het moment om je hoger zelfverbindingen neer te zetten. En anders vraag je aan je hoger zelf om vanuit jouw hart de verbinding te laten ontstaan naar boven, door de dimensies heen. Naar het huis van je hoger zelf. En vanuit jouw hart naar beneden een verbinding te maken naar het lichthart van Moeder Aarde. We nemen even een moment om die verbindingen te voelen. En ik roep de godin Kuan Yin van licht en liefde aan. En ik vraag haar bij ons te komen in onze ruimte. En onze energetische tempelruimte te vullen. Met haar licht, liefde en wijsheid. En ze komt bij je, voor je staan. Met haar kruik. Met roze gouden vloeistof. En ze stroomt het om te beginnen over jouw hart. En adem naar je hart. Ontvang het. En op je uitademing laat je los. Je geeft het mee aan die onvoorwaardelijke liefde. Die stroom van roze gouden energie. Over je hart. Laat het je hart verzachten, openen. En je hoeft niets te doen hiervoor, je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft alleen maar te zijn. Je hoeft het zelfs niet actief te ontvangen. Het is er. Dit is wie jij bent. Waar we allemaal vandaan komen. Deze roze gouden energie. Kuan Yin vraagt ons om ons open te stellen. Ons te ontspannen in deze energie. En te weten dat helemaal onder alles dit onze essentie is. Als we alle verhalen loslaten, alle beelden loslaten, alles wat we denken te weten, alles wat we denken te moeten doen,
als we dat allemaal loslaten. Laten zijn voor wat het is. Dan is dit wat er overblijft. En ze blijft deze vloeistof gieten in je lichaam, in je hoofd. Over je hoofd, over je lichaam. Laat het de weg vinden. Je hoeft niets te doen, alleen te ademen, te zijn. Dit is wie ik ben. Dit is wie jij bent. Dit is wie wij zijn. En als vanzelf vindt de vloeistof de weg in jouw lichaam. En vind een plek in jouw lichaam die het meest resoneert. Een cel of misschien wel een orgaan, een deel van je lichaam. Kijk welke plek resoneert op dit moment het meest. Met deze energie. En bedank deze plek. Bedank de cel, het orgaan of ledemaat, wat het ook is. Bedank het. Bedank deze plek dat het jouw frequentie zo heeft bewaard. Dat het de herinnering zo heeft bewaard. En vanuit die plek mag het licht. Of het gevoel verder stromen in je lichaam. De herinnering van jouw essentie, van jouw liefde, wordt verspreid door je lichaam heen. En de roze gouden vloeistof geleidt het als het ware. Zorg ervoor dat het heel makkelijk de weg kan vinden in je lichaam. Zich kan verspreiden. En Kuan Yin, die zegt, je bent nooit alleen. Je bent nooit afgescheiden van liefde. Dit is wie je bent. En soms komen
de wolken van vergetelheid over je heen, in je lichaam. En dan ben je het even kwijt. En dat is oké, dat is niet... Je hoeft jezelf dan niet allerlei verwijten te maken. Hou van jezelf. Accepteer jezelf ook, juist als je in die staat bent. Als je jezelf in deze staat van vergetelheid, van boosheid, van niet-liefde, wat jij denkt niet-liefde te zijn. Als je jezelf in die staat kunt accepteren, kunt liefhebben, kun je dit ook naar buiten uitstralen, naar anderen. Kun je anderen ook accepteren zoals zij zijn? Kun je ook in de pijn van de anderen zien waar ze vandaan komen? Kun je door de pijn van anderen heen kijken? En weten... dat we hetzelfde zijn. Ik, Kuan Yin en jij, lichtwerker. We zijn met elkaar verbonden. Dezelfde missie. En een andere invulling. We zijn met elkaar verbonden, zelfs als je het niet zo voelt op een bepaald moment. En kijk om je heen in de cirkel. Al deze vormen van lichtwerkerschap, van ik. Uitingen, verschillende uitingen. Van hetzelfde spectrum. Maar dan anders. En stuur de liefde die ik je geef de cirkel in. De cirkel rond. Verbonden in liefde. Samen. Voel de liefde in de cirkel. Voor degene naast je, voor degene daarnaast en daarnaast en daarnaast en daarnaast. Enzovoort. En voel hoe die liefde ook weer terugkomt. Verbonden met elkaar. Samen. Voel de liefde. Je bent niet alleen. Voel hoe je de liefde weer teruggespiegeld krijgt van mij, van de andere lichtwerkers. Kuan Yin geeft
jou een symbool. Symbool wat jou zal helpen om je te verbinden met deze frequentie, met deze energie van onvoorwaardelijke liefde. En ontvang het. En plaats het in je lichaam waar het thuis hoort. In je hart of misschien die plek die oplichtte, die de herinnering van deze onvoorwaardelijke liefde bevat. En laat het op de plek klikken. Focus je aandacht weer helemaal op je eigen lichaam. En de verbinding met dat symbool. En de verbinding wat het geeft met jezelf. De onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. En voor alles wat jij bent. En dan adem je nog een keertje diep in. En weer uit. En dan laten we elkaar los. De cirkel los. En dan bedanken we alle prachtige lichtwezens die hier aanwezig waren. Voor hun licht, liefde en hulp. Kuan Yin van licht en liefde. Pleiadische, Syrische, Andromedaanse afgezanten van licht en liefde. Hartingom Michael. En de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijnsterrentempel. Dank jullie wel. En ik vraag ook alle energetische structuren weg te halen. Zodat we ons allemaal weer in onze eigen energetische ruimte bevinden. En adem nog een keertje in. En uit. Niets aan toe te voegen. Wat een prachtige energie. Ik voel me helemaal vol, helemaal gevuld. Dankjewel aan degene die dit heeft aangevraagd. Dankjewel. Ja, laat me weten wat je ervan vond. Sorry, ik moet er een eind aan breien, maar och, ik wil jullie niet laten gaan. Het voelt zo mooi. Dank jullie wel dat jullie hier zijn met mij in deze tijden. Ik voel jullie. Ik hou van jullie. Vergeet je niet te abonneren, deze video een like te geven en te delen. Dag, stralende ziel. Tot de volgende keer.